Heb jij misschien nog een goede studietip voor me? Het is weer zover. Ik heb morgen een toets, maar nog helemaal niets gedaan. Normaal ben ik dan altijd super zenuwachtig. Maar ik heb 3 efficiënte studeertips gevonden die last minute toch helpen om nog genoeg te leren. Tip 1. Leer niet alle stof. Dit klinkt natuurlijk een beetje raar, maar daar heb je nu gewoon geen tijd meer voor. Behandel met name de stof die de docent heeft verteld in de les. Het is vast niet voor niets dat hij juist deze stof behandelt. Gebruik bijvoorbeeld de PowerPoints uit de lessen of de aantekeningen die je hebt gemaakt. Zo beheers je in ieder geval de basis en dit kost een stuk minder tijd dan het hele boek doornemen. Tip 2. Word zelf docent. En nee, dan bedoel ik niet dat je gelijk moet inschrijven voor een docentenopleiding, maar leg de stof aan iemand uit. Vraag je moeder, je vader of je huisgenootje of ze misschien even voor leerling willen spelen. Als je namelijk informatie moet herhalen die je zelf net hebt gelezen, zijn je hersenen op een andere manier bezig om de stof te reproduceren. Dit zorgt ervoor dat je de stof zelf beter gaat snappen en nieuwe verbanden kunt leggen. Als er nou niemand in de buurt is die naar je wil luisteren, kan je dit ook doen door middel van een mindset of vragenkaartjes. Zo kan je de stof ook beter onthouden. Tip 3. Ga op tijd slapen. Ik snap dat je denkt dat het zonde is van je tijd, maar dat is het zeker niet. Tijdens je slaap rusten je hersenen uit. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die je die dag hebt opgenomen voor je toets, worden omgezet en verwerkt tot nieuwe deeltjes in je hersenen. Je zal dus de volgende dag en fit bij je toets zitten, maar je hersenen zullen ook beter en sneller de informatie terug kunnen halen. Slapen is dus essentieel voor het behalen van goede resultaten. Dus denk om 1 uur 's nachts niet van, goh, ik ga nog even 2 uur door, maar sla je boek dicht en ga lekker slapen. Natuurlijk is het altijd beter om op tijd te beginnen. Maar als dat een keer niet lukt, kan je deze tips misschien gebruiken. Voldoende, niet gegarandeerd. Heb je soms last van uitstelgedrag? Kijk dan deze video. Wil je meer video's zien van mijn HVA YouTube-collega's? Klik dan hier. Dan wens ik je veel succes met je toets en dan hoop ik je volgende week weer te zien. Oh ja, abonneren kan hier. Doeg!